Dag lieve kijkertjes. Vandaag gaan we vegan spaghetti maken. Dus welkom bij Koken met Cloud Customs. Dus vertel het eens. De rode en de gele. De groene. Oké, we nemen een rode. Nu omgekeerd. En een gele. Kijk, dat heeft weer het best aan mij gegeven. Nou, je wint die topje al. Ik heb te weinig gesneden. Natuurlijk. Die grond toch raar. Dus we nemen de paprika en we snijden die open. Ben jij goed bezig? Ja, weet ik, knulletje. Ik ben trots op mijn eigen. Dan is het goed. Tada! Jij mag alles weggooien. Maar die pitten zitten nu nog in. Ik hoop dat ik nu wel een mes heb dat snijdt. Putain, dat is veel te breed gesneden. Hè. Dat maakt niet uit. Voilà. Grote stukken fruit, groente. Ja, zeker, Dirkje. Maar het mes snijdt wel. Hey. Je hebt dat goed gedaan, joh. Dat weet ik wel. Zeker. Heb jij toevallig een kommetje of zo? Groot, klein? Ja, maakt niet uit. Het is voor alle groentjes in te doen. Ik heb een kommetje. Klein genoeg? Zeker, Dirkje. En vertel een keer iets over je eigen, dat de mensen nog niet weten. Ik ben groter dan u. Ja, dat wisten de mensen nog niet. Het is eigenlijk geen waar, ze. Je edit al eens, hij is eigenlijk maar 1,40 meter en hij maakt mij altijd kleiner. Ik sta nu eigenlijk op een bankje, het is zo. Zodat ik groter lijk dan hem. Dat is mijn waarzicht. Shut the hell up. Maar wat pitten kan geen kwaad, hè. Dan groeit er een paprika in ons maag. Dan moeten we dat nooit meer kopen. Ik ben hier SOS Cloud Customs, dus ik weet het beter. Ik zal maar luisteren, hè. Voilà. Het slimste dat je ooit al gezegd hebt. Gebeurt maar één keer in het jaar. Ja, dat is waar. Ik ben nu al bij. Ik ook. Dus als er mensen zich geroepen voelen om te komen helpen, jullie zijn te laat. Oftewel bestellen we gewoon een pizza of zo. Oh nee. Maar we gaan het wel eerst allemaal snijden. Zijn we zeker zot gekomen, dan gaat de pizza nog beter smaken. Ik zal maar direct gaan bestellen. Hallo mama? Hallo mama? Ja, dat zou ook zijn, hè. Mama, ja. En dat is morgen. Broodjes festijn. Een feestje. Maar hij is eigenlijk wel slim, je pakt ook de kleinste groenten, dat je minder moet snijden. Geeft mij altijd de grootste groenten. Terwijl ik het kleinste jongetje ben. Hoe, dat is wel groter dan mij. Ja, maar ja, kijk, ik wou je eer redden. Ik zeg, ik ga het spelletje meespelen. Ja, er gaan wel wat dikke stukken paprika tussen zitten, ze. Maar... Dat maakt niet uit, dat is juist goed. Ah, voilà, ze. Jurk, praat. Zo, de eerste paprika is gesneden. Nummer 2. Waar beginnen we? Bij het einde. We gaan starten met alles op te eten. We gaan gewoon alles omgekeerd doen. Gaan we dat doen? Dat gaat niet goed komen. Kom, Frettine's pasta op. Zo gewoon, voordat het goed gekookt is. Ja, maak het niet kapot, knulletje. Trouwens, dames. Wen er niet aan dat wij in de keuken staan. Nee. Het ruimt al nog eens. Goed van de dag. Zeker. Wauw, dat is wel warm. Dat vuur. Ja, dat is de bedoeling. Ah, echt? Zeker. Ik kook altijd met kouvuur. Die zin klopt niet. Ik kook altijd. Nope. Stal van groen. Hé, maar ik snij één tomaat en hij snijdt één tomaat, ze vriend. Dan moet iemand ook koken, hè? Maar koken, je smijt gewoon alles in een pot en je wacht tot het klaar is.
Daarom dat de mama zeker nog kookt bij u. Ja, bij jou binnenkort ook. Nee. Ik was gewoon iets mogen koken. Hoe noemt die mama? Mama van Bloks. Veronique. Stuur mij een berichtje. Mijn batterie is plat. 10%. Dus... Oh, dus hij filmt niet meer, of wat? Jawel. Dus stuur mij... Ja, we moeten spoeien. Stuur mij een berichtje. Met laten weten of dat waar is, dat jij kookt dan. En is hetgene waar, dan fix ik dat wel. Maar ik ga snel mijn batterij vervangen. Dus ik zie jullie... Ja, nu eigenlijk. Welkom terug, ma. Ah. Dat heb jij wel hier snijden, hè? Hier had het veel gezelliger geweest. Ma, jongen, gezellig. Voor sfeer en gezelligheid zijn we toch sowieso gebeest. We zijn wel grappig. Dat zeg ik, hè, ja. Ik ben grappig. Dank je. Hij kan alleen maar dabben. Ja, weer 50 graden berekenen. Je hebt te veel in de vloer. Maar voor de rest, love you guys. Ze hebben mij een mes in mijn handen eigenlijk. Het is de tomatenpuree. Nee. Oké. De deur niet open? Maar jongen, doe jij je bakken niet dicht? Mijn mes net nu niet, hè? Je nee, ja, dat zijn die tomaten. Ik had het ook voor bij die tomaten. Stik hem op die tomaten. Ziet, zijn die tomaten, maar geen probleem met die paprika's, maar die tomaten. Tomaten van de lijst. En ze moeten in perfecte stukjes gesneden worden, de blokjes. Oké. Maar hoe snij je dat? Maar ik weet toch niet, jongen. Tomaat, ik weet niet hoe dat je moet snijden. Dus voor de mensen, dan weet nu dat we tomaten moeten snijden. Stuur ons een link op YouTube voor een tutorial. Want... Inderdaad. Maar dat mogen ook grotere brokken zijn, hè. Maar waarom doen we het niet slimmer eigenlijk? Hoe groter, hoe liever. Wat ik ging zeggen, waarom pakken we niet gewoon al dat groensel, steken we dat in de mixer en hoppa. Maar dan heb je geen grote stukken groente meer. Maar dan mix je ietsje minder lang, hè? Ik heb het aanschuffen. Dat ik nog wel handig. Inderdaad, dat is gewoon knopje duwen, een vlog van 2 minuten, voilà, klaar. Serieus? Zo voelt dat dus. Alles is gesneden. Voilà, oh, ik heb... Hey, dat stuk bij mij gesmeed, of niet? Nee. Okay. Ik ga terugkijken naar de beelden. Ik denk het niet, nee. Dan moet iets gedaan worden. Eigenlijk niet, hè. Voilà. Dus ja, te vroeg is gedaan. Dus wat we gedaan hebben is paprika gesneden, tomaatjes gesneden, ajuintjes gesneden, het is aan het aanbranden trouwens. Maar nee, dat is maar, jawel. Goudbruin aan het worden. Nee. En nu is het wachten tot als alles riet is. Vegan gehakt. Vegan gehakt. Nou, Hoi. Hey. Het is waterdicht, hè. Zeker, maar geen spaghetti dicht. Zit het hierin? Dat durft niet. Nee, ja. Nee, gaan we niet doen. Anders is het gedaan met de vlog. Zeker. Maar er stond toen op dat water dicht was, hè? Ja, maar niet kokend water. Staat dat erin? Dus DJI, voor de mensen... DJI contacteert ons. Ja. We gaan het niet proberen, want... Nog niet. Jij staat perfect in beeld. Nou, dat komt me bekend voor, ik wil altijd in het beeld komen. Nee, ja. Dat met feeling. Ja, we zijn aan het solliciteren om bij Njam TV te mogen werken. Nee, maar dat kan ik niet doen. Nu de paprika. Dat duurt wel altijd vrij lang bij mij. Ja, maar eerst wat? In de helft, hè?
Je moet eerst allemaal breken, hè. Dat doen we. Ik weet niet hoeveel dat ik er heb. Ja, je moest je tillen, hè. Ongeveer 7. Hé, die lucht niet terug. Dit, maar ja. Je zit zo... Oh, gelijk. Tomatoes? Nee. Wat was die? Die stekken er wat in. De dampkap zit in de... Oh. Ja, sorry. Wie Bloks meer wil zien, moet gewoon op zijn Facebook of Instagram kijken. Dan kan je 24 op 24 naar deze stomme kop kijken. Moet dat nu niet meer gedaan worden? En je moet dat met finesse doen. Ah, nu moet het toch echt... Ja, ik moet hem echt al leren. Nou. Maar zit er al naast aan het kopen? Aan ze biedt opruimen. En met ze biedt opruimen, jij? Tezamen. Ja, kappen. Hé! Hey! Ik wil stoppen. Nee, dat heb ik niet zo. De chance. Heb je die bij de lood de dag? Ah, bah oui, hè? Ah, bah oui, hè? Koop je die papier, hè? Of die spaghetti, hè? Nog eentje? Nee, ik denk het eigenlijk. Te laat is al open. Nee, is niet waar. Eigenlijk moesten we dat zo, like, die pro's gesneden. Exact 4 gram moet daarin zitten, hè. Zit dat hier, hè? Dat komt hier tot leven. Maar die is veel te veel, hè, nu. Ik heb gewoon soep gemaakt. Spaghetti soep. Jij weet wanneer dat die spaghetti klaar is? Als die plakt. Bij mij thuis hangt een plafond al van mijn spaghetti. Je raakt er niet meer aan. Oh ja, we zijn ook iets heel belangrijks vergeten. Nee. De kruidkerk. Wat? Anders is het zelfs te zuur. En nu, hè? Wacht, 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 wacht. Tegen wat ga je het smetten, het ene muur? Ja, die plek nog niet. Die plek nog niet. Is die nu echt weer in de kommetje? Ja. Mijn shift is gedaan. Is je shift gedaan? Ja, die van mij ook. Oei, Billy. Kom. Het is uw tour. Het is Billy zijn beurt om te koken. Hoe ga je? Het ziet er lekker uit, hè? Ja. Ja. Heel weer. Morgen zit jij in de pot. Nee. Nee. Oh. No. Ten belly. Het zou nu wel grappig zijn, moesten nu in de achtergrond zijn spaghetti saus omhoog zien vliegen. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nee. Nee? Moet ik jongleren met die messen? Ja, wat voor een wereld leven wij toch? Maar dat is triest, hè. Er rijden auto's vanzelf. Maar een afwasmachine dat alles doet, ja, inderdaad. Dat bestaat nog wat niet. Nee, ja. Pas op, ik heb wel een, hè. Ik zet dat in de pompbak, een dag nadien kom beneden en alles is weg, hè. Maar echt alles, hè. Afgewassen en schoon terug in de kast. Dat is top, hè. Waar heb je dat gekocht? Maar ik weet dat niet. Ik ben dat zo gewoon en dat was altijd al bij mij, dus... Hey! Niet gereed. Nog geluk dat mij hebt, hè. Zal ik je ook doen zonder u? Ja. Daar nu nog altijd staan en denken van, wat moet ik met die pasta doen? Van dat doen echt alles vol met spaghetti. Als jij het allemaal opkust, ja. Het is goed, het is goed. En echt zoals die mensen binnenkomen, ja, ik heb proberen spaghetti maken, maar het is niet gelukt. Dus voor de mensen die meer van zo'n dingen willen zien, like de video of comment below. Vergeet niet dat te subscriben. En ik ben aan het praten. Zeg maar, het is jouw beurt. Dus jij mag zeggen, de spotlight staan. Als we superveel likes krijgen, dan moeten we weer koken. Duimpje naar beneden. Duimpje naar beneden.
like en subscribe. Weet je wel. En zo, niet gesponsord. Ook niet gesponsord. Jammer. Maar als je geroepen voor het monster, altijd welkom. En we weten dat het zuidkwijt is. Tegen de muur smijten. Als de plekje is goed. Ik had dat beter niet gedaan. Dat is echt een verkaamde. Oh, zeker. Zit dat minder? Is dat niet zo'n filmpje van dat ze dat bij iets proeft, dan moet hij zo... Ik weet dat niet. Moest ik het vinden, zet ik erbij. Sweeteners. That's a 10. Zou we moesten zeker? Maar ja. Foei. Het leven is altijd niet wat het is. Hè. Het leven is altijd niet wat het is. Quoted of the day, maar dan nog een andere dag. Ja. Doei. Het grote moment is aangebroken. Ik hoop dat het eetbaar gaat zijn. Ik ben een beetje schrik. Ik ook. Ga je eerst testen? Ik durf niet. Ik doe het voor de vlog. We hebben geproefd en het is lekker. Dus bedankt om te kijken. Ik fix. Ik zie dat het op kan warm zijn, hè. Blankie.